Goedemorgen, lieve mensen. Even een berichtje van mij. Ik lig heerlijk even op de mat op te laden. Kleinkinderen die slapen heerlijk, dus ik heb even de tijd voor mezelf om eventjes de boel los te laten, weer te relativeren. De derde lockdown komt eraan. Bereid jullie voor. Blijf bij jezelf, blijf in je eigen kracht, ga mediteren. Zorg dat je genoeg eten in huis hebt voor jezelf, maar ook als iemand bij jou wil komen voor de zekerheid. Ik zou niet 10.000 toiletpapieren in huis halen, een beetje onzinnig, maar in ieder geval zorg wel gewoon dat je gewoon genoeg eten, drinken, dat soort dingen hebt. En blijf je eigen kracht staan en doe de leuke dingen die je kan doen in en rond je huis. Bezoek een paar vaste familieleden. Ik zal zeker mijn ouders blijven bezoeken. Die zijn 80, 81, 85. Doe gewoon de dingen die je anders ook zou doen. Alleen dan meer in en rond het huis. En voor mijn gevoel heeft dat meer met onze veiligheid te maken dan überhaupt met het corona-verhaal. Dus laat ze de oorlog onderling maar uitvechten. Daar hebben wij niets mee te maken. Wij die lichtwerkers zijn onder ons, die weten precies wat ik hiermee bedoel. Ga mediteren, ga samenwerken, ga verbinden met gelijkgestemde zielen. En met elkaar kunnen we het licht vergroten en de mensen helpen die er straks helemaal niets meer van snappen. Want we hebben straks al onze energie nodig om al die mensen te helpen en op te vangen. Die straks een soort van shocktherapie krijgen. Ik ben er klaar voor. Voor de Great Reset. Voor de Great Awakening. Voor de rest. Verheug ik me op wat er straks gaat komen als al deze ellende voorbij is. Het coronaverhaal en alles wat ermee te maken heeft dat het eindelijk voorbij is. En dat we gewoon heerlijk kerst kunnen vieren zoals we dat willen vieren. En oud en nieuw kunnen vieren zoals we dat ook willen vieren. En gewoon iedereen knuffelen waar je maar zin in hebt. En dat wilde ik jullie even updaten. Dus geef elkaar een extra knuffel. Merk je dat iemand toch in die angst blijft hangen. Probeer iemand gerust te stellen. En te helpen en een luisterend oor te zijn. Ik werk sowieso gewoon door. Ik kom ook op locatie bij jullie. En ik zal er voor jullie zijn. Op het gebied van fysiek, mentaal, emotioneel en ook spiritueel. Vanuit mijn praktijk hier in Nieuw-Vennep. Maar ook op locatie kom ik graag jullie helpen. Dus schroom niet, aarzel niet. Stuur me een berichtje. Je kunt ook mijn telefonische afspraak met me maken. Mocht je meer willen weten of angstig zijn of andere dingen waar je last van hebt. Kan telefonisch, het kan per Skype, het kan via Zoom. Het kan op afstand. Healing op afstand kan ik ook doen. Ik kan ook gewoon bij jullie thuis komen. En je kan bij mij komen. Genoeg mogelijkheden, mensen. Oké. Nou, ik ga nog even genieten van mijn rust. Voordat de kleintjes weer wakker worden. En ik spreek jullie later. Bye bye.